Welkom bij de allereerste aflevering van Player Reviews. Ik heb proberen deze veel vaker te doen. Wat we vandaag gaan doen is gewoon één speler gewoon volledig bekijken. Naar de stemming toe bleek dat de meesten wel een review wilden zien van Inform Cums. Inform Cums is vorige week uitgekomen dankzij zijn prestatie in de match tegen Brugge, zijn constante prestatie in de Champions League. En omdat hij voor de eerste keer opgeroepen werd voor de Rode Duivels. Zoals je kunt zien, ik heb Sven Cums gekocht voor 9,3 om precies te zijn. Ik heb hem ook in een pakketje gehad. Ik ben zo stom geweest om niet terug deze te verkopen en mijn eerste eigenaar kaart te houden. Zoals jullie kunnen zien, werktempo van de speler is aanvallend normaal. Dat gaat dus zeggen dat hij niet extreem vaak mee naar voren gaat schuiven. Maar hij gaat wel heel goed mee verdedigen. Favoriete been is recht, dus de meeste spelers. Zwakke been, 4 sterren, is heel mooi voor een 77 rated speler. Skill moves is maar 2 sterren, dus je gaat er niet de fancy tricks mee kunnen doen op FIFA. Maar een manneke uitschakelen moet zeker lukken. Zoals je kunt zien, er zijn 5 matchen mee gespeeld en hij heeft 3 keer gescoord in mijn club. Eigenlijk heeft hij de eerste 3 matchen niet gescoord, ook omdat hij is ingevallen en zo. Ik heb de laatste 2 matchen voor de video gespeeld. Hij heeft hem 3 keer gescoord. Deze zullen jullie zien aan het einde van de video. Ik heb een kleine compilatie van zijn beste acties en beste doelpunten. Van jullie kunnen zien 3. Geen assist. Komt omdat ik hem nog een paar grote kansen gemist heb. Ik heb op Foothead iets meer details gevonden dan wat eigenlijk hier staat. Hier staat enkel alleen snelheid, schieten, passen, dribbelen, verdedigen en fysiek. Ik vind dat eigenlijk een beetje weinig en daarom springen we even naar de Foothead pagina. En op Foothead krijgen we eigenlijk veel meer details. Daar valt vooral op dat hij vooral op passen moet uitblinken. Zijn visie en zijn korte passen zijn echt wel goed. Dat merk je ook onmiddellijk in het spelen. Je moet hem niet vragen om te koppen of als hij alleen op de goal af gaat om af te werken, want er is maar 64 finishing en maar 52 op koppen. Anderzijds heeft hij een enorm goed schot van ver. Hij krijgt hier voor longshots 79. Het voelt echt wel veel hoger aan. Ik heb een paar keer van ver geschot, een paar vrije trappen geschot. Ze zijn echt wel goed. Qua snelheid is hij ook niet zo snel, maar heeft een goede positionering nog wel. Goede reacties, goede balans en enorm goede visie. Dus je gaat altijd wel het spel kunnen verdelen langs hem. Het is niet de beste speler die je kunt hebben. Zeker niet. Maar als je een Belgisch team of zo bouwt, kun je hem er zeker in steken. Ik heb eigenlijk een ploeg er rondom gebouwd voor 50k. Dit is de ploeg die je zou kunnen bouwen voor 50.000 coins. Ik denk dat als je veel regelmatig speelt, wel aan dat bedrag kunt komen. En ik denk dat dit ook wel een team is waarmee dat je in de lagere divisies zeker kunt winnen. We hebben dan gekozen voor Batshuayi en De Poitre van voor. Kostte elk maar 900 coins. Ik heb 3 smertes in deze ploeg steken, omdat hij ook in mijn Italiaans team speelt. Mijn Italiaans team is mijn A-team, dus daar steekt veel meer geld in. 3 smertes kost 23.000. Als je zoveel geld niet hebt, kun je deze ploeg maken voor 25k. En kun je daar Dembele zetten. En het gaat zeker even goed draaien. Smertes is wel een heel toffe speler. Dan hebben we centraal middenveld Fellaini. Kost 2,6k. Cums kost 10k. Of 9, beetje. En Witzel kost 2,5. Ik denk dat je hem zelfs voor 2000 als je goed zoekt kunt vinden. In de verdediging hebben we dan Chimanga. 2,7k. Vermalen 2,5. Capacede kost maar 750. Absoluut geen geld. Heel goede verdediger. En rechts achter hebben we Cavanda. Kost maar 1k. Veel snelheid, 91 zoals jullie kunnen zien. En in de goal heb ik Gillet. Kost ook nog eens 10k. Daar kun je Proto zetten, Bizot, Cusese als je wilt, Bolat. Kost allemaal een stuk minder. Gillet, zoals jullie kunnen zien, ik heb die opgepikt voor 12k. Dus eigenlijk is het een ploeg voor 20k kun je hem gemaakt hebben als je op bepaalde plaatsen bezuinigt. Voor 20k is bijna gezegd dat Cums er gaat bij inzetten. Laten we zeggen 25k. Ik heb met deze ploeg gespeeld. Die beelden zien jullie dadelijk.
Kums speelt hier centraal het middenveld, echt in de centrale rol, een beetje met het spel verdelen. Ik heb het ook geprobeerd om Kums een rijtje hoger te zetten, juist achter de Poitre en Batshuayi. Ik vond dat persoonlijk minder goed. Dan moet hij meer de acties gaan maken. Dat is niet echt zijn spel. Van hier centraal middenveld komt hij juist goed genoeg mee aangeschoven om in die positie te komen voor zijn afstandsschot te proberen. Dat is echt goed. Ik heb een paar beelden. Afstandsschoten. Je kunt niet veel beter hebben. Ik heb ook vrije trappen nu met Kums geschot. Ondanks dat ik Mertens in de ploeg heb zitten. De vrije trappen. Meer dan degelijk. Ze gaan echt goed. Deze ploeg. Ja. Je kunt natuurlijk nog veel duurdere spelers zetten. Hè. Je kunt natuurlijk een compagnie kopen. Kevin De Bruyne, Benteke. Maar dit is echt gewoon een ploeg. Als je wilt starten. Je hebt een heel aantal coins. Je wilt graag met Inform Kums spelen. Er zijn niet veel andere ploegen waar het Kums in zou draaien. Het is ofwel een Belgisch team, ofwel een Pro League team. Dus er is niet echt veel andere optie. Je kunt hem met De Bruyne zo laten spelen, maar dan... Ja, De Bruyne en zo zijn toch betere opties. Als ik zou moeten kiezen voor Fellaini of Witzel of Kums, dan denk ik toch dat Fellaini of Witzel gaan blijven staan. Wat mij vooral bij het spel van Kums opviel, hij schuift niet zo hoog mee op. Dus je gaat hem niet snel in de 16 vinden als je langs de flanken speelt. Is verdeeld goed het spel. Is verdedigend, is hij altijd daar. Dus hij is eigenlijk hier meer centraal verdedigende middenvelder. Ook omdat zijn workrate redelijk hoog is voor het verdedigen. Dus eigenlijk een goede verdedigende middenvelder. Bijna met een goed afstandsschot. Die het spel wel kan verdelen. Pasjes links-rechts, gaat goed. Verre pas, ook meer dan degelijk. Is de ideale man om achter Dries Mertens te spelen. Dries Mertens krijgt daardoor veel ruimte om zijn acties en zo te maken. Ik ga direct even de compilatie laten starten. Waarin jullie gewoon de acties kunnen zien. En ik hoop dat dit een uitgebreide review was voor Kums. Zouden jullie nog andere mensen willen zien in de review? Laat het mij weten. Ik ben aan het nadenken. Ik heb mijn Italiaans team. Ik kan het misschien snel even laten zien. Dat is de Arrows. Dat is dit team. Ik heb hier de Inform Insigne rondlopen. Ik ben aan het denken om hier een video rond te maken. Deze week is ook Hamsik in vorm gekomen. De prijs valt meer dan goed mee. Rond de 40k kunt je hem al oppikken. Als je goed zoekt. Deze past ook perfect in dit team. Ik kan hem hier centraal zetten voor Pereira. Daar kan ik ook een review rond maken. Ik kan rond heel veel spelers reviews maken die jullie graag zouden zien. Het enige ding is, ik wil niet meer dan 100k aan een speler uitgeven. Ik moet hem ook nog kunnen terug doorverkopen en zo. Liefst spelers die in dit team passen. Dit is mijn A-team, waar ik probeer zo ver mogelijk mee te geraken. En let's roll the clip.